Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hair, my D, and place them both in mine. You know. Hoi en welkom bij de Van Schijkjes. Ik ben Kimberly. En ik ben Bianca. En we gaan een taart maken vandaag. Een kwarktaart. Ik wacht. Nee, ik ga een gezonde kwarktaart maken. Ja, want er zitten ook koekjes in, hè? Ja, maar dit is over de hele kwarktaart, hè? Ja, maar dat is toch niet gezond? Dat is, nou, dat valt wel mee. Oké. En voor de rest heb je, geen slagroom nodig en geen dingen nodig, dus... Heb je alleen dit nodig? Ja. Nee, en bodem. We hebben bodem toch nodig, anders heb je geen bodem, heb je een kwarkbodem. Daar heb je dus de koekjes voor. De koekjes? Oh, ja. Gaan we dit maken? Ja, weet je wat dat is? Ja, dit heb ik wel vaker gemaakt, maar het zit er niet echt... Nee, smerig is dat eigenlijk, hè? Dat is gelatine. Maar die mogen dus in een pannetje met koud water en laat 10 minuten weken. Wel, dit? Ja, maar dan moet je hoeveel velletjes? Is dat dit? Ja. Godverdamme, eet jij plastic? Nee, dit is geen plastic, dat is gelatine. 9 bladeren. Helemaal onder. Ja, gewoon leg het er maar in, want het wordt dan straks heel zacht. En dan 10 minuten laten weken. Zal ik hem eventjes de wekker zetten? Even kijken, hoe doe ik dat? Gewoon dit, 10 minuten. Hoeveel? 10 en 9. 5. 10 minuten. 9. Oké, nou, die moeten even 10 minuten laten weken en dan doe ik ondertussen 2 bakken optimaal kwark in een beslagkom. Mag ik dat doen? Ja. Maar het gaat niet onder. Dan doe ik er nog wat meer water bij. Wel, het gaat wel onder, kijk. Het wordt vanzelf week. Mag je die twee mogen hierin? En dan lepel. Alle twee. Yes, please. Helemaal. Ja. Oké. Helemaal, hè? Ja, graag. Ja, maar dan wel zonder... Oh. Ik ben grappig vandaag. Nou, merk het. Waarom kijk je niet? Nee, ik zat even te lezen. Want er staat ook, doe de blaadjes in de pan en verwarm dit al roerend. Wanneer de blaadjes... Wat heb je voor verwarmd iets? Maar dit is toch niet lekker? Oh, oké, dan moet je dat gewoon... Oké. Dit ziet er echt niet lekker uit gewoon. Het ruikt wel echt lekker. Aardbeienkwark. We hebben iets met aardbeien. Jij? Ja, dat vind ik lekker. Is goed zo. Dan moeten we... Er staat 10 aan mijn vingers, maar mijn bakblik is groter als dat er aangegeven wordt. Dus we moeten even kijken, maar we moeten verkruimelen. Ik vind het al niet meer leuk. Ik kan dat niet. Ze zijn hard, hè? Zullen we het gewoon weer in zo'n zakje doen? Net zoals van de week? Ja, dat wil ik. Maar dan wil ik het doen. Dit keer gaat het me lukken, mensen. Ik ben gewoon niet zo sterk, merk ik. Nou, maar deze zijn ook wel heel hard. Slaan en trappen, dat kan ik wel. 2, 4, 6, 8. Ik doe er even 2 extra bij, omdat het een grotere bak is. En dan de deeg hoor. Nee, mijn handen. Ik ga gewoon wel even opvangen. Schenk het er maar in. Schud het er maar in. En even kijken of dat we genoeg hebben voor de hele bodem. Wat denk je? Dan moeten de blaadjes, de gelatine blaadjes eruit. Maar het is nog geen tijd. Ja, 1 minuut. Nee, nog niet. Ja. Mogen ze allemaal hierin? Eeuw! Nee, maakt niet uit. Ze mogen gewoon allemaal erin.
Dan is eigenlijk even. Wacht even. Ja, nee, doe maar. Vies is dat, hè? Even goed laten uitlekken, ja? Oké. Eeuw, dit voelt heel goor. Wat is dit? Dit is gelei. Gelei? Wat is gelei? Dit? Maar wat is dit? Ja, dat is je dat zo meteen, dan ga ik dat zo meteen koken, heel zachtjes koken. Was dat het? Ja. Ik ga het even verwarmen. Oké, nou, het is nu. Oeh, er zit nog water in. Ja, die wil ik graag hebben, de kwark. Oh, de kwark. Ja. Dan doe ik dit erbij. Ja, het is nu helemaal prutje geworden, zeg maar. Het is eigenlijk een soort van suiker dat gesmolten is. Ja, maar jij moet dus nu gaan roeren in de kwark. Ga maar roeren. Doe ik het erbij. Kijk uit voor de pan, want die is heet. Zwaar. Lijkt alsof ik slijm aan het maken ben. Ja, misschien wel, ja. Eet, zet erop. Mam, dit is niet goed. Dit wordt zwaar, net als slijm. Eeuw, kijk. Kom in. Wat touw in. Wat wordt dit? Oh ja, dit. Een kwarktent. Ja, maar dit. Nou, dit wordt de kwark die ik zo meteen op de... Ja, de... dat weet ik. Pak het boek er even bij weer. Is dat kwark? Ja, en dan? Staat er? Dan doe je de kwark in de taart, maar er is genoeg geen taart. Nee, in de taart of wel. Oké, hebben we een... Pottelijker. Oh, maar niet, nee, niet die. Die jawel, want die ga ik zo meteen gewoon schoonmaken. Maar zo kan ik dus niks zien, hè? Moet ik hem vasthouden? Ja, dat is misschien makkelijker. Nou, ik kan hem maken met glad. Het laatste beetje nog bij scheppen? Ja hoor. Altijd zo schoon. Ja, nou ja, dat is toch zonde om dat erin te laten zitten. Huh? Dan gaat dit er bovenop. Ja. Ik vind de kwark wel lekker eigenlijk. Ja, hè? Ja, dit is eigenlijk gewoon een kwarktaart, net zoals dat je... Ga hem niet open. Net zoals dat je hem van, wat is het, is dat van Dr. Oetker of zo, weet ik veel van niet. Heb je dat maat? Alleen dan de gezonde versie. Versje. Hoe moet ik het snijden? Nou, doe eerst even de kop eraf. De kroon. Kroon. En dan denk ik dat je hem even, door de, nee, dat maakt niet uit, door de helft of zo. Nee, eerst even zo door de helft. Ja, zo ja. En dan die nog een keer zo door de helft. En zo is in de lengte. Ja. En dan daar nog de helft van of zo, denk ik. Dat zijn wel hele grote, hè? Ja, nou, zal ik hem even laten zien? Zijn ogen, zijn mond en dit zijn zijn haren en sproeten. Ja, ik ga hem nog even, een poosje in de koelkast om weer op te stijven, want dan wordt de gelatine weer hard. Ja, dat klinkt heel gek, maar zo nee. Wordt dat. Okay. Ja. Dus, en dan heb ik gewoon, nou, dit is echt een makkelijk. Heel, nee, een heel makkelijk recept, maar ja, ook echt wel. Gezond. Het is alleen ja, die onderkant, maar op zich een lange vinger is ook niet heel slecht. Ja, je kan beter niet. Je kan beter niet de hele taart gaan opeten. Nee, je moet niet de hele taart opeten. Nou, dus hij gaat in de koelkast en dan hebben we een gebakje voor bij de koffie. Ja. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet niet te abonneren. En de dikke duim omhoog te geven. En het belletje aan te klikken, zodat jullie niks meer missen van de verschijkjes. En vergeet niet naar onze volgende video te kijken. Doei!